Zo, daar ben ik weer met onze wekelijkse dinsdagavondproeverij. Deze keer gewijd, zoals eerder ook al een keer, aan de wijnen van de Zuidelijke Rhône. Twee crus als thema afgelopen dinsdag, met als inleiding 12 wijnen, de eerste helft van de serie wijnen uit Vaquera. Een van de bekende crus uit de Zuidelijke Rhône met Gigondas. En natuurlijk Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape was de tweede helft van onze proeverij. Twee heel verschillende wijnen, maar ook duidelijke overeenkomsten natuurlijk in hun druiven. Met name de belangrijkste Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, dus echte zuidelijke druiven. Vaquera natuurlijk, de wijnen die relatief betaalbaar zijn. En Châteauneuf, de geliefde en duurdere, maar ook bijzonderder wijnen uit de Zuidelijke Rhône. Met het bekende terroir van rolkeien in de Rhônebedding. Dus een heel warme streek met warmte die niet alleen van de zon komt, maar ook van de ondergrond, die de warmte s'nachts weer teruggeeft aan de druiven. De wijnen uit Vaquera zijn wat boerser en steviger van karakter, maar blijven net zo goed, als je naar hun prijs kijkt, heel interessante, mooie wijnen. Wijnen waar we een paar leuke weer hebben uitgepikt voor deze video. Om te beginnen de Domaine La Roubine Vaquera, een klassieke blend van Grenache en Syrah. Van de jaargang 2016. 2016 is in de Zuidelijke Rhône, eigenlijk net als in veel andere Franse wijnstreken, een bijzonder goede jaargang. Veel intensiteit, goede zuren, goede tannine. En het is iets wat je in deze mooie klassieke wijn terugproeft. Biologisch gemaakt met het biocertificaat. En natuurlijk ook daarom ook met trots. Geïmporteerd door Vinoblesse, die is de leverancier van deze wijn. Andere wijn die ons prijstechnisch en kwalitatief opviel was een wijn van het handelshuis De La, Domaine de Genêt, 2015 Vaquera. De La is een handelshuis, maar heeft ook eigen wijngaarden, zoals dit Domaine de Genêt. Ook weer zo'n mooie klassieke blend van Syrah met Grenache. En uit het jaar 2015, ook een heel goed jaar, wat warmer en toegankelijker dan 16. 16 heeft wat meer zuren, 15 is wat zwoeler en rijper, maar zeker om te drinken, iets eerder te drinken dan 16 is het een heerlijke jaargang. Ook uit 15 deze uitstekende wijn, een klassieker uit de Vaquera Domaine du Pesquier, ook Vaquera dus. Een lekkere, stevige, volle wijn. Goede, stoere tannine, echt Vaquera. Maar het blijft mooi afgerond en heerlijk zwoel. Van Okhuizen 1750. Uitstekende Zuidelijke Rhône wijn. Heerlijk om te drinken. Ja, bij Châteauneuf-du-Pape komen we bij wijnen die prachtig gemaakt zijn vaak. In de druivensamenstelling zie je, dat wisselt een beetje per château, zie je in sommige blends wat meer Mourvèdre. En Mourvèdre is een druif die veel warmte nodig heeft. Bandol is bekend als Mourvèdre, maar Châteauneuf-du-Pape in het warme klimaat tegenwoordig, daar doet die druif het ook heel erg goed. Helaas, omdat de wijnen in de Verenigde Staten erg populair zijn, zijn de prijzen duidelijk hoger dan van de andere Rhône-appellations. Prijstechnisch viel deze wijn ons op, want je hebt voor 29,50 een zeer goede Châteauneuf-du-Pape, vonden wij, van het domein van het Clos du Mont Olivet. Châteauneuf-du-Pape, ook de jaargang 2016, dus een jaar waar je in Châteauneuf-du-Pape zeker nog wat geduld mee kunt hebben. Geïmporteerd door Colaris.
Verbluffende prijs-kwaliteit verhouding voor Châteauneuf-du-Pape vonden wij. Heerlijke wijn, uitgebalanceerd, mooie zuur, heerlijk fruit en perfect in balans. De sterren van deze proeverij waren de twee wijnen van hetzelfde domein, Le Clos du Cayou. Een domein dat ook uitstekende ronde wijnen maakt, maar daarnaast de fantastische Châteauneuf-du-Pape. Le Quartz was echt fantastisch, super in balans, heel zacht. Een blend van 85% Grenache en 15% Syrah. En Grenache is dan echt de Châteauneuf-du-Pape druif die de wijn een soort bourgondische drinkbaarheid geeft. Niet te veel kleur, maar mooie zachte tannine. En dan een klein beetje peperigheid van die 15% Syrah. En de mooie jaargang 2016 maken dit echt tot een voorbeeld van hoe mooi Châteauneuf kan smaken. 61,90 bij Les Généreux, dus je betaalt er wel wat voor, maar dan heb je ook wat. En dan heb ik het nog niet eens over de mooiste wijn van de proeverij, ook van het Le Clos du Cayou. La Réserve, genummerde flessen, maar wel €116,25, dus dan heb je echt een exclusieve wijn. Dit is een blend van Grenache, 65% met 35% Mourvèdre. En dat geeft dus die wijn die zure en die tannine van de Mourvèdre, waardoor die mooi lang kan rijpen. Zeker zo'n 2016 is echt de bewaarwijn. Hij is opgevoed op demi-muy. Dus dat is vaten van 500 liter, wat groter hout, om hem niet te veel hout smaak te geven. En een deel van de wijn is ook op amforen opgevoed en dat geeft helemaal geen houtsmaak. En dat geeft de wijn misschien toch net even die extra afronding die de balans prachtig maakt. Een wijn waarvan we zeer onder de indruk waren als panel en die we dan ook van harte willen aanbevelen voor degene die niet ervoor over heeft om dat ervoor te betalen natuurlijk. Maar dat is Châteauneuf-du-Pape. Uiteindelijk concurreren we tegenwoordig met de hele wereld. Iedereen wil dat soort wijnen hebben en als er maar 6.000 of 7.000 flessen van zijn en die wereldwijd verkocht moeten worden, dan zijn er maar kleine hoeveelheden voor Nederland beschikbaar. Dat is de realiteit van vandaag. We hopen dat u weer kan genieten van een mooi glas wijn. Proost!